Vastelovend. Dit is Vastelovend. Martijn Boers het samen met andere enthousiastelingen van carnavalsvereniging onder het viaduct Utbrach een serie gemaakt met als titel Wat is Vastelovend? Hier als carnavalsvereniging hebt een video gemaakt. Of ik moet zeggen, een filmpje, video is al een beetje ouderwets woord. Hoe zit je op het idee gekomen? Ja, we hebben eigenlijk is het een serie geworden. Eerst bedoeling was een film, het is een serie. Het idee, we zijn als carnavalsvereniging bezig natuurlijk met carnaval vieren, maar ook de vastelovend te faciliteren, dus dingen organiseren. Niet alleen voor onszelf, maar ook de Luver in het dorp. We doen het ook graag voor de jeugd. We zijn ook actief op de basisscholen met de scholen carnaval. Maar we zijn toch verder aan het denken van, ja, kunnen we daar niet iets anders in betekenen? En ik heb zelf 3 kleine kinderen. Een van 4, 3 en van 1. Nou ja, de oudste de vrucht wel veel van, ja, wie zit dat nu bij de carnavalsvereniging? En kan ik ook prins weren? Dat soort zaken allemaal. Nou ja, toen dacht ik, dat kon ik moed liggen. Nou ja, dat geeft wel. Toen dacht ik, ik wil hem dat ook gewoon een keer laten zien via een filmpje of zo. Dat is toch wel iets wat de jeugd tegenwoordig veel deed. Internet, filmpjes kijken, zelfs in de klas doen ze dat. Nou ja, toen ben ik gewoon zoeken en toen bleek toch dat er niet zo heel veel was op YouTube of Google. Om uit te leggen wat Vastelovend eigenlijk is. Ja, er stonden wel geen dingen op, maar niet echt, ja, wat wie weer de Vastelovend kennen, zeg maar, de Limburgse Vastelovend. En toen dacht ik, ja, wie mooi is het om met dat idee gaat er nog een doen en dat, ja, kijken of we dat van de grond krijgen, ja. En hoe heb ze dan overal tegenaan als er zo'n idee aan het uitwerken is? Nou ja, dan moest je natuurlijk wel even kijken van, ja, wat wil ik vertellen? Dan moest dat even goed afkaderen van, wat is de bedoeling? Wat willen we eigenlijk met de film? Voor wie maken we hem eigenlijk? Nou ja, dat zijn denk ik de hoofdvragen. En als ze daar achter bus, ja, dan kan ze voor zichzelf gaan kijken van, ja, wat heb ik ervoor nodig? Wie lang heb ik ervoor nodig? Wat moet ik ervoor doen? Nou, dus dat zijn de dingen waar ze, of tegenaan hebben. Nou, dat zijn eigenlijk gewoon hele leuke uitdagingen. Dat is het eigenlijk. En voor wie maak je de film? De film is gemaakt voor, gebaseerd voor de basisschooljeugd. Mm-hmm. En we hebben het wel proberen af te kaderen, omdat ze ook zit met een bepaalde oelik, wat ze toch op een goede manier wil doen, om het te kunnen begrijpen, zeg maar, hebben we gezag. En dat hebben we in overleg gedaan met leerkrachten van de basisschool. Die hebben ons dan met geholpen voor de pedagogische input. En die hebben gezegd, nou, kader het af. Dus dan is voor leerlingen vanaf groep 4 tot 8 is er specifiek bedoeld. Maar in principe met aanvulling van de leraar, ik ken ook klassen in het leger onderwijs daar gebruik van maken, zeker weten. Ja. En simpel gezegd, hoe zien kinderen carnaval? Vastelovend, hoe zien ze dat? Wat is dat voor iets voor haar? Ja, ik denk dat het verschillend is. Maar wat weer een beetje merken, wat ze nu zien in de ontwikkelingen van de vastelovend, is dat het wel anders is dan vroeger. In de zin van dat er in de eigen dorp werd wel gevierd, maar niet meer zoveel als vroeger. Cafeetjes verdwijnen, de verenigingen misschien gaat minder leren. Nou ja, en dan zie je ook de festivalisering neemt toe. En dan bedoel ik met dat de grote evenementen in opkomst zijn. Statiefestatie, de Zoepkoel, parade, 11e van de 11e, hoe het dan ook mogen zijn, dat is een opkomst. Nou ja, en de jeugd van tegenwoordig, dat is voor hun nu vastelovend. Nou ja, ik denk dat het geen balans in het dorp en in de grote steden, de evenementen, dat nu de vastelovend is. Dus ik denk dat de jeugd het zo ziet. Maar wat we hier voornamelijk proberen, is om het vooral ook achter de vastelovend levendig te houden. Het hoeft niet in detail, maar het is wel belangrijk om het mee te geven aan de volgende generatie. Dat is ook een belangrijk doel van de film. En bedoel je dan met dat eigenlijk vanuit de vaste tijd vroeger ontstaan is? Bijvoorbeeld een onderdeel. We hebben eigenlijk heel... van de oorsprong, zeg maar, het ontstaan. En nu hoort de vaste periode ook bij. Maar we gaan de geld terug naar de middeleeuwen. Daar komt het eigenlijk vanaf. En dat hebben we om een hele leuke, jeugdige manier proberen neer te zetten. Maar ook gewoon verteld, nou ja, wat is een carnavalsvereniging? Wat is een prins, een vorst, een voorzitter? Maar ook wat gebeurt er in Remuin? Wat gebeurt er in Venlo? Wat gebeurt er in Maastricht? Wat is als woon zich? Waarom eten we dan in de hering? Dat zijn allemaal facetten die erin zitten, zeg maar. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen, want als ik dat zo huur, dat zou ik ook allemaal wel willen weten. Want ik weet ook wel gaat vanavond en de meeste mensen weten wel gaat van carnaval of van Vastelovend. Maar we weten niet veel meer dat voor ons ooit dat het met de vaste tijd te maken heeft. Maar er komen best leuke, verrassende dingen uit. Dat denk ik wel, ja. Ja, en we hebben ook bepaalde dingen op een leuke manier proberen te belichten, zeg maar. Een heel klein voorbeeldje is dat, nou, het woord carnaval. Wat betekent dat nu precies? Nou, als je dat gaat vertalen of in ieder geval geschieken, hoe komt dat vanavond? Dat betekent weg met het vlees. Nou ja,
wie gaan ze dat in beeld brengen? Dus we hebben gewoon een stuk broodworst gepakt en die in beeld gebracht. Ja, verder moet je in de film zien. Dat is wel leuk, maar in ieder geval om aan te geven dat we wel creatief zijn om kijken. Ja, dat hebben we natuurlijk, we hebben dat niet alleen gedaan als Canavas Vereniging onder het Viaduct Zeende, maar we hebben ook hulp gekregen. Niet alleen hulp, zeg maar professionele hulp, Huis voor de Kunst heeft geholpen, de provincie, maar ook de gemeente hebben ons daarin geholpen. Er zitten ook professionals die ons daarmee geholpen hebben. Dus dat zijn leuke dingen die erin zitten. Nou, het is allemaal te volgen op MLV, maar ook op Ugesite. Kan ze nog even zeggen hoe dat heet? Ja, je kunt ze kijken op Facebookpagina van Onder het Viaduct. Dus Carnavalsvereniging Onder het Viaduct doet ons brak en prachterberg. Ook op Instagram zitten we, @onderhetviaduct.nl. En op ons YouTube-kanaal, dat is youtube.com/CVOAV. En ik wil via deze weg ook nogmaals de gemeente Maarschouw bedanken. De provincie Limburg en het Huis van de Kunsten. Die hebben ons geholpen en ook financieel ondersteuning biedt maken van deze mooie film. En natuurlijk ook alle leden van de Carnavalsvereniging Onder het Viaduct die het met hebben gedaan. Om ervoor te zorgen dat het vooral en het feest achter de vastelovend blijft staan voor de toekomstige generatie Limburgers. Dat is heel belangrijk. Dit is vastelovend. We'll be right back.